Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 29 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb net mijn nagel gebroken. Deze, die ging eraan. Dus die ziet er ook niet zo heel mooi meer uit. Ik heb hem even bijgeveld, maar hij moet nog een klein beetje. Want ik voel nog een beetje een ribbelig randje. Dus dat ga ik zo wel eventjes doen. Ik kreeg hele leuke foto's binnen van bij mijn oma. Gisteren bij het huis waar mijn oma woont is er een optreden geweest van Willeke Alberti. En volgens mij doet zij ook geen grote zalen meer. Maar wel zeg maar dit soort optredens vindt ze zelf altijd heel leuk om te doen. Dus ik kwam bij mijn oma. Dus mijn oma die ging daar ook heen. En dat is altijd zo schattig. Want mijn oma zegt altijd, nou maar mijn geheugen is niks meer. Mijn oma is overigens niet dement hoor. Laat ik dat voorop stellen. Maar ja, het korte termijn geheugen dat is gewoon niet meer tip top. En dan krijgen ze een optreden en dan zitten ze wel al die liedjes mee te zingen. Hè? Dat is wel schattig. Als je mij vraagt wat zingt Willeke Alberti, kan ik 3 nummers opnoemen die zij zingt. En er zal waarschijnlijk nog een heel repertoire zijn. Maar dat is natuurlijk ook een beetje de generatiekloof. Hè? Maar wel superleuk. En ze hadden nog een advocaatje met slagroom gehad. En nou, ze had helemaal genoten, maar dat was wel leuk. Er kwamen wat foto's van binnen, dus het was wel heel leuk. Ik heb gisteravond even Marble Mania teruggekeken. Dat was op zich wel heel leuk hoor. Ik moet zeggen, ik ken de mensen niet zo heel goed. Want deze waren van Urk en ik kijk dat programma niet. Nou weet ik wel wie Teun Veun is. Maar de andere twee, ik dacht eerst dat die met elkaar getrouwd waren. Maar dat bleek geloof ik ook niet zo te zijn. Maar het was op zich wel leuk. Alleen jammer, die Greetje die won alles. Dus dat was wel een beetje jammer. Die andere kregen uiteindelijk ook wel een shekel. Maar die had zoveel geld. En dan krijgen die anderen. Ja, die hadden gewoon wat minder. Maar op zich was het wel heel leuk. Ik heb daarna nog even gegamed. Dat was ook wel weer heel leuk. Toen ben ik de vlog verder in elkaar gaan zetten. Daar ben ik best wel lang mee bezig geweest. Maar dat is ook gelukt. Toen heb ik nog wat foto's bewerkt. Ik heb nog niet alles afgekregen. Dus ik moet vanavond nog even de laatste doen. Dus dat eigenlijk. Verder heb ik de Night Agent weer gekeken. Heel spannend. Ik las ook dat hij heel hoog in de top 10 is binnengekomen. En ik snap het wel, want het is een hele spannende serie. Ik heb trouwens wel gehoord dat er een seizoen 5 komt van You. Dat is trouwens dan ook gelijk de laatste. Maar er komt dus nog wel een vervolg op You. En daarna ben ik begonnen met seizoen 2 van Vrouwenvlogen. Maar ik moet zeggen, dat vond ik toch minder. Ik denk wel dat ik het uit ga kijken, maar ik moest hier heel erg aan wennen. Wat ik dan bijvoorbeeld heel jammer vind, dan zijn er best wel wat mensen die zijn dan ineens weg. En dan hoor je bijvoorbeeld niet wat daarmee gebeurd is. En dat vind ik op zich wel jammer, maar oké. Het is op zich wel vermakelijk. Ik heb mijn boek uitgelezen, dat was ook wel weer lekker. Dus ik ben ook alweer met een nieuwe begonnen. Dus nou, prima avondje verder. Ik ben nog steeds verkouden zoals je kan horen. Ik moet wel zeggen, het is minder koud als gisteren. Gisteren had ik het zo onwijs koud. Dan had ik ook op tijd de verwarming al aan. Ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het nu is. Oh, 17. Ja, dat is alweer heel verschil. Want gisteren was het 15,5. Ik ga zo meteen die nagel even veilen. Dan ga ik een was aanzetten. Dan ga ik de woonkamer eventjes doen. En als ik dat klaar heb, ga ik nog even in mijn bullet journal aan de gang. Ik heb de kwasten nog voor jullie gewassen. Daar gaan jullie even naar kijken. Dan kan ik hier eventjes door verder. En ja, dat is wel weer lekker. Even goed stofzuigen, alles afnemen. Dus dat is wel weer heel fijn. Dus ja, tijd om eventjes aan de gang te gaan nu. Schoon huis verder.
alles gedaan, de bank helemaal goed afgezogen, het kleed een beetje uitgeklopt, waar de katten vaak op liggen. TV even lekker afgenomen, spiegel weer even gedaan. Nou, alles gewoon eigenlijk weer even van zijn plek gehad. En dat vind ik altijd wel heel lekker hoor. Het is altijd wel heel fijn als alles dan weer lekker gedaan is. Ik heb eigenlijk niks meer in mijn bullet journal gedaan, want ik was vrij laat klaar. Ik kwam nog even een telefoontje tussendoor. En nou, toen heb ik nog even wat dingetjes opgeruimd. En toen was het ook tijd om de katten lekker eten te geven. Dus die hebben het nu zo goed als op. Mickey is heel vervelend. Die schropt het naar binnen. En dan gaat ze bij muis lopen mee eten. En dat wil ik gewoon niet hebben, want op is op. Maar dat is allemaal wel lekker. Dus ik heb wel wat dingetjes nog geknipt hoor, voor mijn bullet journal die ik wilde gebruiken. Maar ik heb er niet echt in gewerkt, maar misschien morgen nog. Want morgen moet ik toch pas laat boodschappen doen. Maar voor nu vind ik het wel weer lekker. Het huis is weer lekker schoon, dus dat voelt altijd wel weer heel fijn aan. Zometeen ga ik eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Steenrijkstraat Arm, dat ga ik kijken. Dat vind ik altijd wel leuk. Verder misschien even een deeltje van Help een man is klusser, want dat heb ik ook nog niet gekeken. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om even te kijken. Misschien nog even gamen, ik moet even kijken. Dan ga ik in ieder geval even de laatste foto's bewerken. Dan ga ik mijn blogpost schrijven en de vlog inplannen. Dan moet nog even een thumbnail voor gemaakt worden. Ik hoop alvast wat aan de foto's voor vrijdag te kunnen doen, want dat is weer wat meer. Dus probeer er altijd een beetje in vooruit te werken. En dan ga ik weer naar de serie op Netflix kijken en daarna weer even Videoland. En dan ga ik lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt het ook wel. Niet heel veel op de planning, maar gewoon wel lekker rustig. Ik merk ook wel dat ik nu het zat ben. Ik had nu de week dat ik alles echt van zijn kant haal. Dan gaan ook de boeken eraf. Ik heb de tafel ingewreven met olie. Dat doe ik om de week. Dus wat dat betreft genoeg gedaan in ieder geval. Dus ik ben er wel weer blij mee. En het ruikt weer lekker. Het voelt schoon aan. Dus dat is altijd weer heel fijn. De was is voorlopig nog niet klaar. Dat is wel jammer. Maar goed, daar moet ik maar gewoon even op wachten. Dan kan de was die er nu in de droger zit, die kan eruit. Dan zitten de handdoeken nog in, dus dat moet ik ook allemaal nog verwerken. Dus wat dat betreft heb ik nog zat klusjes om te doen. Maar goed, voor nu ga ik in ieder geval even lekker relaxen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik voel nu mijn rug ook weer wat meer, dus ik vind het voor nu wel eventjes goed. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 30 maart. Zoals je aan mijn stem kon horen, is die niet helemaal lekker op dreef vandaag. Maar ja, soms heb je van die dagen dat je even zo klinkt. Ik ga pas laat boodschappen doen, want mijn coach is er pas 4:15. Dus dat betekent dat het vandaag best wel laat is. Dat betekent wel dat ik de middag verder voor mezelf heb. Dat ik dus zometeen gewoon wat dingetjes ga doen. Ik zit er even over na te denken om alvast de boekvideo op te nemen. Zodat die erop staat. Maar ik moet even kijken wat ik verder nog kan doen. Ik heb gisteravond weer naar Steenrijkstraat Arm gekeken. Dat vond ik zelf wel een hele mooie uitzending. Alleen toen las ik dus heel veel reacties onder de post van SBS6. En toen bleek toch de steel weer heel anders in de vork te zitten. Want er schijnen dus heel veel familieleden te hebben gereageerd op het arme gezin. Dat deze man het heel erg achter zijn elleboog had en dat hij de hele boel bij elkaar zou liegen. Ik weet het verder niet. Zijn dochter die heeft erop gereageerd. Een zus van hem. Maar er scheen ook nog een nicht te zijn geweest die erop heeft gereageerd. Ik weet natuurlijk niet wat hier waarvan is. Maar ja, ik vond het huis wel een beetje apart. Ze hadden de badkamer leek wel in een kelder of zo. En daar was ook een slaapkamer. Ik vond het ook een beetje een krakkemikkig huisje. Als je zo je badkamer erbij hebt staan. Dan, nee, dat zou ik echt ook niet heel relaxed vinden. Maar oké. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Maar ja, het leek dus op zich wel. Ik vond ook vooral die twee rijke mannen. Die hadden wel een relatie gehad. Maar inmiddels waren ze niet meer in een relatie. Maar gewoon nog samen. Als vrienden. Ze woonden ook wel in één huis. Ja, hele leuke mensen. Maar ja, jammer dan zulke reacties. Nou, ik heb nog even gegamed. En een stuk van Help mijn man is klussen gekeken. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven, heb ik de vlog ingepland en een thumbnail gemaakt. En alvast een heel groot deel van de foto's voor morgen klaar. Daar moet ik trouwens even een paar nieuwe van maken. Dat kan ik zo wel even doen.
Ben je nou klaar? Jullie zijn heel vervelend. Ze zijn steeds aan het miauwen en aan het doen. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. En er schijnt ook al een seizoen 2 van bevestigd te zijn. Dus dat is wel leuk. En daarna weer eventjes Videoland. Ik heb nog 2 pakketjes. Die ga ik jullie even laten zien. En dan ga ik gewoon even kijken wat ik ga doen. En neem ik jullie straks wel eventjes mee naar de nieuwe Lidl. Want daar heb ik zelf wel heel veel zin in. En daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Maar even kijken wat de mouwertjes nou willen. Het allereerste pakketje is ook van Bonprix, want ik had namelijk 2 pyjama's besteld, maar deze duurde iets langer voor die verzonden werd, want de maat die ik moest hebben, die was er snelst uitgekocht. Maar die heb ik dus ook binnen. Ik zal hem er eventjes uithalen. Ik moet ze ook nog eventjes in de handtas doen hoor, voordat ik ze aan kan. Dat is deze. Ook weer met een poesje erop, zoals je kan zien. I Love Sleep. En die heeft dan een heel leuk slaapmasker op. Nou, dat past helemaal bij mij. Ik slaap ook altijd met slaapmasker. Nou, ik weet niet of dat leuk is als je een partner hebt, maar die heb ik niet. Dus dat maakt niet uit. Hé, hey, niet erop. Meteen. En dan met deze broek erbij. Ik heb de broeken nog niet gepast trouwens. Dat moet ik nog wel even doen voor ze in de was gaan natuurlijk. Dus dat is allereerst nog eventjes een nieuwe pyjama. Ik ga het allemaal eventjes passen. En als het allemaal past, dan kan het ook eventjes lekker in de was. Doen jullie dat trouwens ook? Nieuwe kleding altijd even in de hand was. Ik vind het zelf altijd wel lekker hoor. Even de nieuwe kleding in de hand was. Ik heb hem in 36-38. Maar ik moet ook zeggen, die maten die waren er van deze het snelste uit. Ik weet niet, misschien vallen ze nog klein of zo. En dan heb ik nog een nieuwe make-up collectie. Ik zal eventjes dit terug doen. En dan zal ik even een doosje openmaken en zal ik dat even laten zien. Er is weer een nieuwe trendeditie van Essence. Die komt eraan, maar die stond dus al online. En bij Boozy Shop was die echt heel snel uitverkocht. Dus ik heb het nu bij Notino vandaan. Het oogschaduwpalet had ik trouwens al wel van de Boozy Shop. Het is de Blooming Bright collectie. En dit is het oogschaduw en eyeliner paletten. Dus je hebt hier 2 eyeliner kleuren. En dit is dan de oogschaduw verder. Dus dat is dit paletje. Komt uiteraard nog weer een videootje van hoor. Dus dan hebben we de Mattifying Stone Roller. En dat is deze. Die hoort daar ook bij. Oh, ik word echt even gek nu van de katten. Ze zijn heel vervelend. Dus dat is die. En de rest is weer gewoon goed ingepakt. En daar ben ik altijd wel blij mee. Dan hebben we 2. Even kijken hoor. Hoe dat zit. Lip Glow Sticks. Dat zijn deze. Ze hebben dezelfde verpakking. Stel even scherp. Maar ze hebben dus een andere kleur. Allereerst deze. Dus een oranje kleurtje. Wel heel leuk moet ik zeggen. En deze heeft dan dezelfde verpakking. Maar is uiteraard een andere kleur. En die is roze. Kijk eens hoe lekker kleurtje dat is. Even kijken hoor, wat komt er binnen. Dat is die. En als laatste uit die collectie heb ik een blush liner. En dat is deze. Dus dat is de nieuwe collectie. Die komt uiteraard nog in de video zoals ik zei. Maar ik moet even kijken wanneer die ook weer precies online stond. Ik zal het even onder in beeld neerzetten. Want ik heb het persbericht geplaatst, maar ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Dat zijn in ieder geval de nieuwe collecties alweer. Maar zoals ik laatst al een keer had gezegd, voor mij is het handiger om dit te bestellen. Zodat ik al een beetje op tijd aan de gang kan met de video's. Ik ga eventjes lekker stofzuigen en dan ga ik even lekker wat dingen doen.
Zo, ik ben terug van de boodschappen. De Lidl was echt super mooi geworden. Je moet wel heel erg wennen, maar hij was echt letterlijk prachtig. Ik ga jullie even gauw de boodschappen laten zien. Dan ga ik mijn dingen doen. Want het is 7:05 en ik wil zometeen ook wel eten. Want ik heb ja, ook wel trek om te gaan eten. Een grote schnitzel. Een chocomel. Een flesje cola. Rosti rondjes. Beschuit. Frikandellen. Spekjes. Paaskoekjes. Champignons. Ik ga zo even pizza maken. Snijboontjes. Dan hebben we hier toetjes. Nou, shawarma voor op de pizza. Pizza bodems. Ik had er een uit de vriezer gehaald, maar die is helemaal gebroken. Ik weet niet of ik er wat mee kan. Plat. Een grote fles met Ajax, die was in de aanbieding. En ik heb nu net de laatste aangebroken. Twee keer een fles Remia frietsaus, want die was nu 2 euro bij de Boni. Aardappelschijfjes. En boontjes. En dat was alles. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Dan ga ik eventjes mijn eten klaarmaken. En dan ga ik straks lekker op de bank relaxen. Ik ga vanavond even het roer omkijken. En ik denk nog eventjes een spelletje doen. Dan ga ik verder vanavond de foto's bewerken. Ik hoop dat dat helemaal afkomt. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie verder kijken. En daarna weer naar Videoland. Dus dat wordt ook de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu even gauw aan de gang, want dan kan ik ook straks lekker eten. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is alweer 31 maart. Ik ben klaargemaakt en ik ben een beetje verbaasd dat het alweer de laatste dag van deze maand is. Hoe snel gaan de maanden? Het is soms niet normaal. Maar oké. Ik was gisteren gewoon een beetje gestrest. Ik merkte toch, ik was laat thuis. Ik wilde douchen, ik moest nog eten maken. De boodschappen moesten opgeruimd worden. Het bezorgde me allemaal heel veel stress. Nou, dat merk ik dan gelijk. Dan krijg ik later op de avond een onwijze hoofdpijn. Dus ik heb even een aspirine genomen. Het eten was ook niet fantastisch. Ik merk gewoon dat ik in korte tijd veel wil doen. En dat werkt gewoon niet altijd. Zou het weer een keer voorkomen? Ik zei ook later tegen mijn moeder. Als het weer een keertje voorkomt, nou dan ga ik gewoon, dat ik weet dat ik laat ben, dan haal ik gewoon wat eten af. Want dit bezorgde me zoveel stress. En dat hoeft helemaal niet, want ik ben alleen. En ik ben gewoon, ja, ik heb de tijd aan mezelf. Maar ik ga er gewoon niet zo lekker op. Ik kwam ook, mijn coach die moest nog even naar de welkoop toe. Want die moest wat dierenvoer hebben. En het ging ze niet meer redden vanaf mei, omdat hij om 6 uur dicht ging. We hebben bij Lidl ook wel even de tijd genomen, omdat je heel erg gedesoriënteerd bent. Er zit een haar op mijn lens. Nou kan ik hem eraf halen. Omdat je niet weet waar alles staat. En alles moet herontdekken. We hebben dus nu ook zelfscanners. En dat is wel heel grappig. Dan kun je dus zelf scannen. En dan moet je het artikel daarna in een soort van weegschaal leggen. Dat naast de kassa zit. Ik had er al wel eens gebruik van gemaakt bij andere Lidl filialen. Maar daar hadden ze niet zo'n weegschaal. En hier is dus echt een weegschaal. Dan moet je het inleggen. Anders kun je niet verder met het scannen van het volgende product. Dat is super grappig hoor. Wel heel handig. Ik denk misschien dat het ook wel is tegen het stelen of zo. Dat weet ik niet precies. Maar dat werkte wel goed. En wat ik ook heel verrassend vond, is dat ze nu een hele kast hebben staan van DHL. Waar je dus ook je pakketje in kan laten bezorgen. Ik weet niet hoe dit werkt. Ik denk dat je gewoon kunt kiezen dat je daar je pakket aflevert. Dat je een code krijgt dat je je pakket eruit kunt halen. Ik weet wel dat PostNL van die kasten heeft. Die staan overigens niet waar ik woon. Die heb ik wel eens in de stad gezien. Maar het is wel heel handig, omdat DHL is gewoon niet, ja, is niet mijn favoriete leverancier. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik heb er al veel problemen mee gehad, maar naast mij nog vele andere mensen dus. Maar dat is wel heel handig. Ik kreeg net een spraakbericht van mijn moeder dat er iets heel ergs was gebeurd en ik schrok me helemaal gek. Nou, het was dus zo, ze heeft van mij ooit een keer een beeld gehad met een egel en een paddenstoel en die is kapot gevallen. En dat vond ze heel erg. Dus die moest nu weggegooid worden. En ik snap dat, want ik heb dat zelf ook. Ik vind het zelf ook altijd heel erg als er iets kapot gaat wat ik heb gekregen, maar ook wat ik zelf heb gekocht. Ik kan me dat heel erg aantrekken.
Dus ik zei tegen haar, ik zeg ja, super zonde, hopelijk krijgen ze nog weer een keertje bij de Action. Maar ja, dat is dan toch pas in het najaar, want het was een soort herfstbeeld. Nou, ik heb gisteravond nog even die nieuwe foto's gemaakt, want dat ben ik gistermiddag helemaal vergeten, omdat ik andere dingen ben gaan doen. Toen heb ik ook nog gekeken naar het roer om, dat was wel leuk. Ik heb nog even gegamed, toen ben ik de foto's gaan bewerken. Ik moet er geloof ik nog eentje echt bewerken en dan kan ik mijn artikel gaan schrijven. Toen ben ik weer naar de Night Agent gaan kijken. Echt super spannend. Ik snap echt dat deze serie op 1 staat. Want het is zo'n spannende serie. In het begin dacht ik, oh vind ik dit wel leuk. Maar hij is echt heel spannend. Toen heb ik nog eventjes Videoland gekeken. En toen ben ik mijn boek gaan lezen en gaan slapen. Maar zoals ik al zei, ik ging met een flinke hoofdpijn mijn bed in. Dus ik had ook even een aspirine genomen. Goed, ik ga hier stofzuigen. Dan ga ik zometeen eventjes lekker de slaapkamer doen. Daar heb ik wel zin in. Even lekker alles weer schoonmaken. Ik ga ook even dat nieuwe bakje pakken wat ik heb gekocht bij de Wipra. Zodat de H-band erin kunnen. Ik denk wel even dat die sticker eruit haalt. Dan even met sticker verwijderen. Daar probeer die plaklaag weg te halen. Want het staat gewoon mooier als die sticker eruit is. Maar goed, ik ga dat zo even lekker doen. Ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ik ga muziek aanzetten en eventjes lekker aan de gang. Dus ja, tijd om wat te gaan doen. Kijk eens even hoe goed mijn pannenkoekplantje weer groeit. Dit zijn de nieuwe blaadjes die erop zitten, deze twee. En ik was bang dat dat niet zou gebeuren, maar het gebeurt toch. Dus dat is wel super leuk om te zien, dat die toch weer groeit. Ik zal hem straks even water geven en even die andere plantjes of andere blaadjes eruit halen. Wel leuk dat die nou weer groeit. Zo ziet het eruit als de haarbanden erin zitten. Dat ziet er ook al heel anders uit. Ik vind het tenminste een stuk mooier. Dus misschien dat hij met de tijd wel een ander plekje krijgt. Maar voor nu weet ik het even niet. Dus ik zet hem voor nu even hier neer. Maar ik vind het in ieder geval al een hele verbetering zo. Lekker klaar. Het valt je misschien op. Ik film even met de andere camera, want het kaartje van mijn vlogcamera is alweer vol. En ik had op het moment even geen tijd om hem gauw te legen, want ik wilde door. Maar dat betekent wel dat ik een ander kaartje wil gaan kopen, want dit is wel echt niet heel handig, want hij zit echt zo vaak vol. Komt gewoon omdat hij wat grotere beelden maakt, heb ik het idee, met deze camera. En dat is niet erg. Maar ik wil even rustig uitzoeken van hoeveel geheugen die aan kan. En dan wil ik toch eventjes gaan kijken of expert zo'n kaartje heeft. Want ik kan hem natuurlijk makkelijk online bestellen.
Maar elke keer die verzendkosten erbij, daar word je ook niet altijd vrolijk van. Het is toch al gauw weer snel een 2 euro. Nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Een 3 euro. Ik zal even hier zitten. Maakt volgens mij niet heel veel uit, want ook deze schuift in mijn bril. 3 euro, 4,95 zoiets. Dus ik ga gewoon eventjes kijken of Expert hem heeft. En als ze hem dan niet hebben, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En dan kan ik alsnog online bestellen. Ik heb het wel best wel warm gekregen. Ja, ik heb de slaapkamer dan helemaal gedaan. Bed lekker verschoond. Nou, de haarbandjes zitten in dat bakje. Vind ik echt zoveel beter staan. Geeft gelijk een stukje rust. Ik heb een was aanstaan nog. Moest ook gebeuren. Ik heb even het bonnetje ingescand van de Senseo. Dat was wel heel makkelijk, want ik had de laptop beneden en de printer staat boven. Dat is ook niet super handig, maar ik heb er hier gewoon geen plek voor. Dus die had ik eventjes op scannen gedrukt. En dan moest ik dan via de laptop doen. Toen dacht ik eerst, oh, dan moet ik weer met de laptop naar boven. Maar toen kon hij hem vanaf boven naar beneden. Dat vond hij wel. Dus die is ingescand, dus dat is ook alweer fijn. Ik had ook wel geprinte bonnen hoor, maar ik vond het ook wel fijn om deze ook even op de computer te hebben staan. Maar verder is alles in ieder geval weer lekker klaar. Ik ga zo eerst even lekker relaxen, want ik ben nu best wel zat. Ik heb een droge mond, ik ga wat drinken. Normaal drink ik helemaal niet zoveel, maar ik heb al 1 glas op. En ja, ik had gewoon heel erg veel dorst. Dan ga ik na het relaxen lekker douchen en eten. Vanavond is het uiteraard weer tijd voor Flikken Maastricht. En dat wordt volgens mij best wel spannend. Want ik heb het voorstukje van vorige week gezien voor vandaag. Die zag er heel spannend uit. Dus dat ga ik lekker kijken. Ik denk even Help Mijn Man Eens Klusje afkijken. Ik denk nog even gamen. En dan ga ik hard aan de slag voor YouTube en de blog. Want de video moet in elkaar. De blogpost moet geschreven worden. Dus ik ben nog druk zat. Maar dat geeft niet. Vind ik ook altijd wel leuk. Daarna ga ik verder met The Night Agent. En dan ga ik weer incognito kijken. Dus dat wordt verder de avond. En lekker mijn boek lezen. Ik heb trouwens wel een nieuwe screen protector nu besteld. Ik had van Amazon. Ik had op een gegeven moment een berichtje gestuurd. Want ik had na een week eigenlijk nog niks gehoord. Ik had een berichtje gestuurd van: joh, hoe staat het eigenlijk met mijn retourzending? Want ik heb nog altijd niks gehoord of dat het is aangekomen. En ook nog geen terugbetaling ontvangen. En hun reageerden echt al binnen 6 uur. Dus toen kreeg ik al een mailtje terug van: nou, we hebben de retour in goede orde ontvangen. En het geld is weer terug naar je overgemaakt. Dus wat dat betreft gaat het wel heel goed. Alleen je moet er zelf wel een beetje achteraan. Maar wat dat betreft is de service wel heel goed. Want ik had het geld ook al weer terug. Dus dat is wel heel fijn. Dus ik heb nu een nieuwe besteld. Dus ja. Maar volgens mij komt die pas meestal. Volgens mij wordt die morgen wel bezorgd. Maar volgens mij is dat wel een beetje in de avondtijden. En dan ga ik nooit meer naar buiten. Dus dan komt dat na het weekend wel. Maar dat is in ieder geval wel fijn. Dan kan ik het scherm in ieder geval beschermen. Goed, ik ga relaxen. En ik zou bij deze zeggen: tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 1 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb de gordijnen dicht gedaan. Ik heb niet het idee dat dit heel veel doet voor het raam. Ik heb namelijk best wel veel reacties gehad over mijn bril. Of die wel ontspiegeld was, ja of nee. Nou, ik zou het je niet durven vertellen. Ik weet het echt niet. Dus ik heb voor nu even de gordijnen dicht gedaan. Maar wat ik zeg, ik zie nog steeds wel dat het raam weer spiegelt. Ik heb gewoon niet een heel handig huis om te filmen soms. Want ik heb ook maar 1 raam. En ik merk bijvoorbeeld ook, zoals nu het is langer licht, maar rond een uurtje of 7 doe ik zelf wel al de lampjes aan. Omdat het grootste licht bij mij dan al verdwenen is. Dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik ook wel gezellig. Maar ja, voor het filmen is het dus lastig. En ik merk ook, bij mijn andere camera werd de lens eigenlijk een soort van verscholen door het klepje wat aan de bovenkant omhoog ging. En deze zit hier aan de zijkant. Dus dat is even het verschil. Maar goed, ik probeer eraan te werken. 1 april dus, de nieuwe maand is aangebroken. En ik heb een hekel aan 1 april. Maar dat komt gewoon omdat mensen je proberen in het ooitje te nemen. En ik was vroeger altijd ook blij als 1 april in het weekend viel. Als ik nog op school zat. Want dan dacht ik, oh, dan proberen ze tenminste geen geintje met je uit te halen. Ik heb er niet zoveel mee. Ik ben die leeftijd ook wel gepasseerd. Grapjes maken met 1 april. Maar goed. Komen we ook alweer doorheen. Ik zag al wel dat Lidl geprobeerd had een hele flauwe grap uit te halen. Door te zeggen dat je nu bij de Lidl-meter kon sparen voor gratis toiletpapier. Vind ik dat ook niet echt een hele leuke grap. Ik denk dat heel veel mensen zijn gaan kijken of het echt zo was. Maar het is ook gewoon geen leuke grap. Want wc-papier is hartstikke duur. Dus het is gewoon geen leuke grap. Dus ik voel me niet geslaagd.
Ik ben er ook niet ingetuind trouwens, want ik zag dat gisteren staan. Toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon een 1 april grap. Ik heb gisteravond weer naar Flikker Maastricht gekeken. Dat was weer fantastisch. Het was echt weer genieten. Het was echt een hele spannende aflevering. Ik moet wel zeggen wat ik heel raar vind. Ze hebben het gezicht van Eddie heel oud gemaakt. Maar omdat het nog een hele jonge man is, zie je dus dat hij hele, hele jonge handen heeft. Maar dan zo'n heel oud gezicht. Dat was heel apart. Ik heb even Help Mijn Man is Klusser afgekeken en nog even gegamed. Dat was ook wel leuk. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. Die is inmiddels online gekomen. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik de Night Agent gaan kijken. En daarna weer de serie op Videoland. Waar ik wederom weer de naam van kwijt ben. Incognito heet die. Ik heb dit op het web gevonden voor E op Videoland. Kijk maar even. Serie bemoei er niet mee. Ik heb daarna lekker mijn boek gelezen. En lekker in een schoon bed gestapt. Vind ik altijd wel lekker. Dus dat was top. Vandaag op de planning. Ik moet even mijn voeten veilen. Die zitten onder het ilt. Dat is heel vervelend. Ik moet even de pompon aan mijn slof maken. Die is er weer afgevlogen. Ik wil eventjes de nieuwe voorraadbussen van de Vibra inrichten. En ik ga eventjes in mijn bullet journal aan de gang. Of in mijn blog en YouTube-boek moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning wat ik wil gaan doen. Dus ik ga jullie wel gewoon weer proberen mee te nemen. Zou eerst even stofzuigen. Ik moet eigenlijk eventjes de kattenbak bijvullen. Maar dan moet ik even de zak van boven halen. Dus ja, het zijn eigenlijk wat kleine klusjes. Ik heb wel een heleboel klusjes in mijn hoofd die gebeuren moeten. Dus ik denk dat ik even een soort to-do-lijstje wil maken. Ik heb bijvoorbeeld de snoeren weerwar bij mijn switch en de tv. Dat zit allemaal niet goed. Dat wil ik eigenlijk ook nog eventjes doen. Maar dat ga ik vandaag allemaal niet doen. Ik denk dat ik dat van de week eventjes doe. Misschien volgend weekend of zo. Want dat zit ook allemaal niet lekker. Ik ben ook gewoon eigenlijk helemaal niet blij hoe het er nu allemaal bij staat. Maar ik weet gewoon even niet hoe het anders moet. Maar goed, dat is even een klus voor later. Ik ga nu in ieder geval even aan de gang. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Nou, ik heb dus hier deze bakken staan. Die wil ik dus nu gaan verdelen in de nieuwe. Dus ik heb deze ga ik zo allemaal verdelen. En dan heb ik hier zo de nieuwe bakken staan. Dan ga ik me eerst blaadjes op plakken met wat erin gaat zitten. Ga ik gewoon even met een blaadje doen en een zwarte pen. Ga ik het even netjes opschrijven en dan kan ik de boel mooi gaan verdelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks staat. Alles is netjes gevuld. Ik ga het zo terugzetten. Alleen deze die zou nog een keer vervangen moeten worden. Daar zit wat losse vermicelli in. Daar zou ik er dan nog een keertje eentje voor moeten kopen. Maar voor nu ga ik het zo neerzetten. Dus ik ga het nu eventjes neerzetten. Dan zal ik even laten zien hoe het eruit ziet. Maar het ziet er wel heel fancy uit zo. Ik heb 2 banies. Volkoren macaroni. Hier zit wat overige macaroni in. Deze passen er dus niet meer bij in. Dan heb ik hier rijst. Dus nou, super handig zo. Eventjes inrichten. En dan staat het er zo bij. Dus dat ziet er wel heel mooi uit, vind ik. Alleen deze, die is toch een beetje jammer. Maar dat komt goed. Dat ga ik met de tijd nog een keer veranderen. Maar voor nu vind ik het heel fijn. Ik heb trouwens in deze bakjes vermicelli zitten. En in die daaronder zit allesbinder. Dus ik vind het er wel heel mooi uitzien. Zo.
Zo, dat ging best lekker allemaal. Mijn voeten zijn weer glad, voor zover ze glad worden. Helemaal glad krijg ik ze niet. Ik vind dat zelf altijd best wel lastig. Maar ja, ik heb niemand die het voor me kan doen. Ja, dan zou je naar een pedicure moeten. Maar goed, voor nu is het wel weer eventjes goed. Mijn slof is weer gemaakt, dat is ook heel fijn. Ik merk wel dat ik altijd maar heel kort doe met sloffen. Want mijn moeder die doet er best wel lang mee. Maar ik ben echt meestal na één seizoen ben ik het door. En ik heb er wel eens over na zitten denken om misschien toch de volgende keer dat ik sloffen nodig heb, een keer te gaan investeren in wat duurdere sloffen waar ik ook langer mee doe. Ik loop sloffen ook scheef af. Ik heb dat sowieso met schoeisel. Daarom zijn eigenlijk goedkope gimpels zou voor mij niet goed zijn. Want ik loop die dingen heel scheef af. En dat heb ik gewoon echt al vanaf dat ik kind ben. Daarom konden wij ook eigenlijk nooit thuis bijvoorbeeld schoenen doorgeven. Nathalie zou nooit mijn schoenen aangekund hebben vroeger toen ze klein was, omdat ik ze heel scheef afliep. Nou doe je dat ook niet zo snel, denk ik, schoenen doorgeven. Maar meestal, we kregen gewoon altijd samen gewoon nieuwe schoenen. Maar het had ook niet gekund, zeg maar, bij wijze van. Dus nou, dat is gedaan. Nou, ik ben wel heel blij met hoe het er nu bij staat met die bakken. Ik erger me dan wel een beetje aan dat ronde bakje wat nu niet matcht. Maar goed, ik ga gewoon, ik weet niet wanneer ik weer een keer bij de Vibra kom, dan ga ik daar weer eventjes eentje van bijhalen. Ik denk dat je online ook wel kunt bestellen. Alleen, volgens mij moet je voor een bepaald bedrag dan kopen. En ik weet eigenlijk verder niet of ik iets nodig heb. Maar ik ga wel even kijken. En als het echt heel lang duurt, dan ga ik toch wel kijken om te bestellen. Want dit irriteert me dan toch weer dat er één zo'n bakje tussen staat wat eigenlijk niet matcht. Terwijl de rest nu gewoon allemaal zo heel mooi staat. Opstapelen is bij mij nu niet zo handig, omdat dus die zak eroverheen zit. En misschien dat ik die nog een keertje eraf haal. Maar die hele kast ziet er nu gewoon niet uit. Dus ik vind het nu ook wel zo'n beetje van, ik kan het nog een beetje verbloemen dat het er niet uitziet. Maar als ik hem een keer helemaal opgeruimd heb, misschien dat die zak er nog een keer afgaat. Maar ja, dit helpt ook alweer een beetje tegen het stof. Maar ik ben er voor nu in ieder geval wel heel blij mee. Ik had het nog mooier gevonden om echt stickertjes erop te plakken, maar die had ik niet. Dus ik denk, nou, dan doe ik het gewoon even zo. Het werkt op zich prima. Maar het staat in ieder geval wel heel fijn zo. Ik vind het in ieder geval een hele verbetering. Nog even lekker in mijn blogboek gewerkt. Ik heb al eventjes een voorkantje gemaakt, alleen getekend. Ik moet het alleen nog inkleuren. Ik had verder voor april nog niet veel in te vullen, want er is pas één video online gekomen. Dus ja, de maand is net begonnen. Maar daar heb ik maart even afgerond en met april een begin gemaakt. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik zat heel rustgevend er even naar te kijken, want Mickey die heeft heel erg de neiging om, zeg maar, als zij haar bakje leeg eet, nou, zij schrokt. Ik vraag me soms af of die kat koudt. Om naar het bakje van muizen te gaan, omdat muizen wat rustiger eet. En dan moet ik er altijd even bij gaan zitten van, nee Mickey, niet bij muizenbakje. Die heeft net lekker, die mag ook haar eten. Maar ze hebben er weer van genoten. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond, ik dacht eigenlijk dat weet ik veel niet meer zou komen. Dat het de laatste aflevering vorige week was. Maar er is blijkbaar dus nog één aflevering. Dus die ga ik dan toch weer kijken en meespelen. Daarna even de alles kunnen kijken. Ik hoop nog even met mijn restaurantgame verder te gaan. Want ik heb dus nu natuurlijk die pizza over erbij. Dus ik ben heel benieuwd of ik die al kan plaatsen. Maar Nathalie had hem ook erin gedaan. En die zei van, nou, volgens mij is het pas vanaf een bepaald level. Dus dan moet ik even kijken. Maar misschien dat ik weer wat nieuwe recepten kan doen. En dan kan ik weer daarmee aan de gang. Verder ga ik even de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik heb trouwens ook al een beetje research gedaan naar kaartjes. En wat ik heb gezien is dat ze in de winkel wel meevallen qua prijs. Dan heb je 128 gigabyte voor, ik geloof, 2 tientjes. Dus op zich valt dat nog mee. Dus kan ik altijd even naar kijken of ze die zouden hebben. Want dat is wel beter, want ik heb nu maar 32 gig. Dat is natuurlijk al een verbetering. Verder ga ik lekker de Night Agent kijken. Super spannend eindigde het gisteren. Heb ik nou zo'n haarpluk? Oh nee, hier. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En dan ga ik ook weer verder met Incognito. En dan vanavond lekker mijn boek lezen. Dus dat wordt ook de planning. Als het goed is komt er later. Ja, die wordt vanavond pas bezorgd. Mijn nieuwe screen protector voor mijn camera. Maar die ga ik dan na het weekend er wel eventjes opdoen. Dan is die ook beschermd. Goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 2 april. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb het een beetje koud. Want ondanks dat het wel heel zonnig is, is het wel heel fris, zeg maar. Het is een hele harde wind. Zo, er probeert er eentje op een kastje te springen wat niet helemaal lukt. Dus dat is, ja, het is wel fris. Ajax heeft al gespeeld. Die hebben gelijk gespeeld, wat ook niet echt heel goed is.
Dus de achterstand op Feyenoord wordt zo wel heel groot. Hun moeten vanavond nog om 8 uur. Maar ja, ik ga ervan uit dat het kampioenschap er in ieder geval niet meer in zit. En dan hebben we woensdag ook een wedstrijd waarin we nog tegen Feyenoord moeten in de halve finale voor de KNVB-beker. Ik ga er ook vanuit dat die ook wel weer verloren wordt. Vandaag is het een feest, want we vieren de verjaardag van Mickey. Dus ik ga ze straks even wat lekkers geven. Even kijken wat ik nog heb. Ik heb niet specifiek iets gekocht, maar ik heb vaak nog wel lekkere dingetjes liggen. Dus ze krijgen straks even wat lekkers. Gisteravond heb ik nog weer even weet ik veel gespeeld. Ja, dat ging ook weer niet fantastisch. Want in het begin ga ik best wel goed, maar daarna ga ik dan weer wat minder. Het was ook de laatste keer, dus het was ook prima. Ik heb even de alles kunnen gekeken. Ik heb nog even mijn restaurantgame gedaan, wat ook wel lekker was. Ik kon de pizza oven nog niet plaatsen. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet voor zover het lukte. Of eigenlijk voor zover het kon, want ik heb natuurlijk niet alle beelden tot en met dinsdag. En nou, toen ben ik de Night Agent gaan kijken, wat weer super spannend was. En incognito, maar dat was al de laatste aflevering, dus daar ben ik al doorheen. Was het trouwens wel een heel spannend einde, die had ik niet zien aankomen. Ook wel een hele dikke aanrader door die serie, mocht je Videoland hebben. Vandaag niet veel op de planning, ik ga even stofzuigen, de groenten doen. En foto's maken, en dat is het dan ook wel. Dus ja, niet heel veel spectaculairs. Ik heb ook niet al te best geslapen, weer aangedroomd en weet ik het allemaal. Dus dat was even minder. Maar dat boek wat ik aan het lezen ben, dat is zo spannend elke keer. En dan, ik had echt moeite om het weg te leggen, want dat is echt een heel mooi boek. Goed, ik ga even stofzuigen en zo. En dan ga ik hun straks even wat lekkers geven. Dus ik ga jullie gewoon dat nog wel even laten zien. En dan zal ik straks ook eventjes de fotospullen laten zien waar ik foto's van ga maken. Dus ja, dat is voor nu even de planning. Kom maar. Even openmaken. Even rustig. De jarige krijgt eerst. Kom maar, muisje. Voor jou ook. Zo, dat gaat er wel in, hè? Zo. Eén hap en je hebt het op, joh. Niet zo raar. Fijne verjaardag, Mickey. Je bent al 9 geworden. Laatst hoor. En straks is het ook gewoon weer avondeten, hè? Alsjeblieft. Zo. Ja, nu is het op. Nu is het klaar. De fotospullen. Ik heb hier een geurtje van Amazing Life for Women Eau de Parfum. Die ga ik eventjes proberen. Ben ik wel heel erg benieuwd naar deze. Dan heb ik hier een mascara van Essence. De Another Volume Mascara Just Better. Met hyaluronic acid en patanol erin. En 4 lipsticks van de Powerline. Dit zijn Plumping Gel Lipsticks van Catrice. In 4 kleurtjes. Ik heb hier de 10. De 40, de 30 en de 20. Dus hier ga ik nu maar eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Nou, het eten is weer op. Het ging er weer als een malle in. Mickey heeft echt een tijd gehad. Het was nog in mijn vorige huis. Dan sprong ze al op het aanrecht terwijl ik het eten aan het verdelen was. En dat doet ze dus nu tegenwoordig weer. Ik weet niet wat het is. Ze schropt het ook echt naar binnen. Ze hebben het in ieder geval weer op. Ik ben er weer even bij gaan zitten als politieagentje, zodat er niet gestolen werd van de bakjes. Maar het is allemaal wel weer goed gegaan. Ze hebben lekker snoepjes gehad. Ik had gewoon van die snoepjes, die heb ik volgens mij een keer bij Lidl gekocht. En die vinden ze eigenlijk hartstikke lekker. Ik heb er een stuk of 4 gegeven. Het is ook niet, ze krijgen ook niet heel vaak snoep hoor. Meestal een beetje bij speciale gelegenheden. En ik vind dit dan, ja, als er dan eentje jarig is, dan mogen ze allemaal wat lekkers natuurlijk. Maar dat ging allemaal wel goed. Foto's maken ging ook vrij vlot, ging wel lekker. Ik voel nu wel weer wat meer mijn rug. Ik heb al geïmporteerd.
Ik heb nu eventjes de batterij van de spiegelreflex op de oplader zitten, want die kan nu straks opgeruimd worden. Ik zit nu in een andere hoek, maar of het echt iets doet voor mijn bril. Ik zit nu vanaf het na het raam af, maar ik weet niet of het echt heel veel doet. Maar op zich een prima middagje zo. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je miljoenenjacht, dat ga ik kijken. Ik ga mijn nagels even lakken, want dat is nodig. Even Wie van de Drie kijken. Ja. Even mijn restaurantspelletje doen, dan ga ik foto's bewerken. En dan ga ik weer lekker de Night Agent kijken, daar heb ik weer heel veel zin in. Ga ik weer even Vrouwenvleugel kijken op Videoland. En dan ga ik lekker mijn boek verder lezen, daar heb ik wel zin in. Ik heb ook wel zin in het avondeten. Ik heb lekker zo'n schnitzel met vind ik altijd wel heel lekker. Die doe ik trouwens wel in de airfryer. Heel veel dingen doe ik er niet meer in, maar die schnitzels altijd wel. Want die zijn het lekkerst in de airfryer. Dus daar heb ik allemaal wel zin in. Dus gewoon een rustig avondje. Ik heb lekker al een schone pyjama broek gepakt. Waar ik vanavond in kan zitten. Lekker een trui erbij. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want er is ook niet zo heel veel meer wat ik kan gaan doen of wil doen. Dus ik heb nu bijna geen nek trouwens. Ik zat zo in elkaar dat ik geen nek had. Goed. Ik ga jullie dus gewoon morgen zien, want ik ga nu even lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 3 april. Ik ben klaargemaakt, maar ik weet vandaag letterlijk niet hoe ik het heb. Het is de tijd van de maand en deze is zo hard binnengekomen dat ik zoveel pijn heb in mijn buik. Dat ik eigenlijk niet weet hoe ik de dag door moet komen. Gisteravond al met best wel buikpijn mijn bed in. Toen ben ik echt in een soort van voeteshouding ook gaan slapen. Maar het werd eigenlijk alleen maar erger. En ik had ergens nog de hoop dat het er met sporten een beetje uit zou gaan door het bewegen. Maar nee, dat gebeurt dus niet. Dus ik heb net een aspirine genomen in de hoop dat dat straks een beetje gaat helpen. Want het liefst zou ik nu gewoon op de bank duiken onder een kleedje en niks meer doen. Maar dat is geen optie, want de klusjes staan te wachten. Ik moet een flinke was doen. Ik moet de kattenbakken doen, de gang. En ik wil de douche ook gaan organiseren met de houders. En even een ander douchegordijn ophangen. Dus de klusjes die moeten gewoon gebeuren. Waarschijnlijk als ik eenmaal aan de gang ben, dan gaat het ook wel goed. Maar voor nu heb ik echt even zoiets. Ik wil niet. Maar ja, we moeten door. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Dat is dit lakje. Die van My Little Pony. Deze dus. Deze is in de kleur C02 Pretty Sunlight. Ik vind hem echt heel leuk. Ik vind het echt wel een leuk kleurtje. Maar volgens mij, nu stelt hij scherp. Ik vind het wel heel leuk staan. Ik heb miljoenenjacht gezien gisteravond. En ik hoopte eigenlijk al toen ik deze persoon zag dat hij in de finale zou komen. Want ik vond hem er wel sympathiek uitzien. Nou, dat gebeurde ook. Maar het ging helemaal niet goed, want hij viste de ene naar de andere bedragen eruit die eigenlijk veel te groot waren. Het ging helemaal niet goed en hij was op zich wel heel sympathiek. Het was ook echt wel zo, ik kom ook met niks. Dus ja, dat vind ik altijd wel een mooie instelling als je er zo in staat. Maar uiteindelijk heeft hij het wel goed gedaan. Hij heeft zijn koffer voor 111.000 euro verkocht en hij had zelf echt letterlijk 20 cent in zijn koffer. Dus op zich wel goed gespeeld. Na even Wie van de Drie gekeken en heb nog even de restaurantgame gedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. En ben ik weer gaan kijken naar The Night Agent. Ik heb vanavond de laatste aflevering. Super spannend. Ik heb al wel vernomen dat er een seizoen 2 komt. En dat vind ik ook wel heel tof. Want het is echt een hele goede serie. Toen heb ik nog even een aflevering van Vrouwenvleugel gekeken en ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek lekker gelezen. Die schiet alweer op met uitlezen. Maar het is een boek wat je moeilijk weg kan leggen. Dus goed. Op zich wel weer heel erg van genoten. Ik ga even in de benen. Ik ga een was aanzetten en mijn dingen doen en ik ga jullie weer meenemen. Dus ik hoop dat ik het allemaal trek, maar ik moet nu echt eventjes aan de gang.
zo ziet het er dan uit. Hier staan dus de grote wattenschijfjes van de Action. Dan heb ik hier ze van de HEMA staan. Hier wattenstaafjes en hier zitten dan make-up doeken in, waarmee je het kunt verwijderen. Die kan ik dan verder nog aanvullen, want ik heb er nog een paar. Dus dat vind ik al heel top. En hier hangt dan ook het nieuwe douchegordijn. Dat vind ik ook wel heel erg mooi staan zo. Kan ik gewoon eens een beetje afwisselen. Dus ja, vind ik ook wel heel erg leuk staan zo. Dus ik ben daar wel weer heel blij mee. Zo, ik ben weer klaar. Ik ben eigenlijk wel blij met alles wat ik heb gedaan. Ik vind de douche ook wel opgeknapt zo met organizers erin. Ja, ik vind het zelf wel heel mooi staan. Ik ben er zelf wel heel blij mee. Dus ja, dat is altijd wel fijn. Ook alles weer lekker schoon. De kattenbakken, de gang en de douche zelf ook weer lekker schoon. Dus dat vind ik altijd wel een pluspunt. De was is ook al bijna klaar, dus die kan ik ook alweer verwerken. En dan kan ik even dat handwasje erin doen. Dus er moet even een kussentje in en het douchegordijn en even de matjes van de katten die voor de kattenbak liggen. Dan is dat ook weer mooi klaar. Dus op zich wel fijn dat ik zoveel heb gedaan. En het goede nieuws is, de buikpijn is ook weg. Dus dat is ook wel heel fijn. Dan kon ik echt weer iets vrijer bewegen. Dus dat was ook wel heel prettig. Nu ga ik soms wel eventjes lekker relaxen als de was klaar is. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ben ook benieuwd hoe dat is met mijn nieuwe douchegordijn. Want ja, die is wat donkerder als die andere. Maar wel leuk om gewoon af en toe eens een keertje te wisselen. Ik heb trouwens ook mijn screen protector binnengekregen. Die ga ik morgen eventjes opplakken. Ik had ook een briefje in de bus zitten. En daar word ik dan altijd een beetje verdrietig van. Er was een poesje vermist. Die mensen die hadden gewoon ja, brieven bij mensen in de bus gedaan. Met foto's ook van poesje erop. En ja, wat kenmerken. Dat als je het poesje zag, je moest hem niet zelf benaderen. Want het was een beetje een angstig poesje. Maar dan nummers erbij dat je die mensen kon bellen als je dat poesje ziet. Ja, ik word er toch altijd een beetje verdrietig van als er een poesje ja, kwijt is. Want ik weet zelf hoe het is om gewoon veel van je dieren te houden. En dat gaat je door hart en benen heen als ze kwijt zijn. Ik heb hier wel eens dat ik een van de drie niet kan vinden. En dan raak ik zelf al in paniek. Terwijl ik gewoon weet, ze kunnen niet buiten zijn of wat dan ook. Ze moeten ergens in huis zijn. Maar ja, roepen. En je ziet ze niet. Maar dat bedenk ik me wel ineens. Volgens mij was dat zaterdagavond dat ik inderdaad iemand... ik had de buitendeur was even open. En toen hoorde ik inderdaad mensen schudden met snoepjes en volgens mij riepen ze ook een poes. En volgens mij was dat dus dit poesje die ze aan het zoeken waren. Ja, altijd wel heel sneu. Maar ja, ik hoop maar dat hij snel gevonden wordt. En als je hem ziet, dan kun je in ieder geval bellen. Vanavond is het weer tijd voor Chateau Meiland. Ik denk dat ik ook daarna nog even wat ga terugkijken of zo. En ik denk nog wel even een spelletje doen. Ik ga mijn blogpost schrijven. En verder ga ik dus de laatste aflevering van Night Agent kijken. Wel heel jammer hoor, dat ik er alweer doorheen ben. Maar ja, als de serie goed is, vlieg je er doorheen. Na nog even Videoland en dan ga ik lekker mijn boek verder lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga jullie dan in ieder geval ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 4 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net wel even een aspirine genomen, want ik heb weer een beetje last van hoofdpijn. Het is wel een beetje de dagen van de pijntjes, merk ik. Hoofdpijn, buikpijn, het gaat allemaal lekker. Maar goed, komt wel weer goed. Ik heb gisteravond weer lekker naar de Meilandjes gekeken. Dat was wel weer een grappige uitzending. Ik heb wel weer erg moeten lachen, dus dat is altijd wel leuk. Ja, daar heb ik wel weer van genoten. Ik heb daarna eventjes de politieeenheid terug zitten kijken. Dat vind ik ook altijd wel interessant. Zo had er nu bijvoorbeeld iemand die hielden ze staande omdat ze het vermoeden hadden dat hij drugs in de auto had. En hij zei dat hij niks had. En op het moment dat er een zakje werd gevonden, rende die keihard weg. In eerste instantie konden ze hem ook niet vinden, want ze zijn hem wel achterna gegaan. Maar andere collega's die hebben hem toch gevonden. En ze vonden ook in een prullenbak een hele zak vol met... ja, poeders. Ik denk dat het cocaïne is. Ik ben er verder niet in thuis. Zij had wel degelijk een hoop drugs op zak. Dus ja, dat was wel interessant. Ik heb nog even mijn game gedaan. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Ben ik nog even aan de gang gegaan met twee persberichten die binnen waren gekomen. Daar ben ik mee. Die ben ik aan het schrijven. Maar dat heb ik verder niet meer af kunnen maken. De laptop zat ook weer een beetje vol, dus die moest ook weer een beetje geleegd worden. Dus, nou ja, goed. Verder een prima avond. Dan heb ik de laatste aflevering van The Night Agent gekeken, wat weer echt super spannend was. Echt een aanrader deze serie. Ik ben er dus nu doorheen.
Er komt een seizoen 2 aan. Maar dat betekent wel dat ik vanavond weer een andere serie kan uitzoeken om te kijken. En daarna heb ik nog even Videoland gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Die heb ik nu vanavond uit. Ik dacht dat ik hem gisteren al uit zou hebben. Maar dat is vanavond. En dan kan ik ook gelijk weer een nieuw boek kiezen. Dus wat dat betreft een prima avond. Verder op zich ook wel prima gegeten en zo. Dus ja, dat was eigenlijk allemaal wel oké. Vandaag op de planning. Ik ga eventjes een video opnemen. En eventjes in een outro van een andere video. Die ik volgende week online wil hebben. Want ik heb die video al een tijdje op de planning staan. Dus toen dacht ik, nou dan doe ik die dan ook eventjes. Dus daar ga ik even mee aan de gang. En dan ga ik ook even de screen protector op de camera doen. Want dat vind ik ook wel prettig. Dan is die ook beschermd, het scherm. Die heb ik dan binnen gehad. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus verder niet zo heel veel bijzonders. Ik ga eerst even stofzuigen. En ik moet straks even, als ik klaar ben met filmen, nog even een handwasje aandoen. Want dat heb ik gisteravond niet meer gedaan. Want de droger draaide ook. En ik weet niet of dat samen gaat, de droger en de wasmachine. Want het kan wel uit de stopbedruid vliegen. Dus daar heb je niet zo heel veel aan. Maar goed, eerst zometeen maar even de video's opnemen. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Nou, ik heb hier de screen protector binnen van Amazon. En nu is het, als het goed is, de goede. Dus ze komt hier mooi zo op. Zit in een doosje. Een glas screen protector. Even kijken hoor, dat moet even open. Ik ga even snijden, denk ik. Ja. Het doosje is open. Je krijgt er ook een koordje bij voor aan de camera. Dat vind ik op zich wel handig, want die had ik natuurlijk nog niet. Dan hebben we hier gewoon de doekjes en ook stickers om stof te verwijderen. De doekjes. En je krijgt dus maar liefst 3 screen protectors. Dus dat is wel heel erg handig. Die ziet er dan gewoon zo uit. Het is een glas screen protector. Dus die ga ik er nou maar eens eventjes op de camera doen. Dan is dat in ieder geval ook weer klaar. Dat vind ik wel heel erg fijn. Zo, en mijn camera is voorzien van een hele mooie screen protector. En dat vind ik zelf heel fijn, want ik vind het gewoon een fijne gevoel dat die nu heel goed beschermd is. Dus dat is echt top. Dus het ging heel makkelijk, dus dat is echt weer top dat die er nu op zit. Heel blij mee. Zo, inmiddels weer klaar met alles. Het was natuurlijk weer een drama, want ik moet weer het kaartje tussendoor legen. Want ik zat gisteravond te kijken, toen dacht ik, oh, er staat nog 7 gigabyte op. Nou, dat moet ik wel redden dan nog het laatste vlogdagje van deze week. Nou, niet dus. Ik kon dus tussendoor, toen ik de video aan het opnemen was, eerst dat ding weer legen. Dus dat was wel weer eventjes lastig, maar het is weer gelukt. Dus dat is allemaal wel weer top. Video staat erop. Ook al voor de andere video heb ik het allemaal geregeld. Ik moet alleen nog even er 1 dingetje voor doen, maar dat komt wel goed. Ik heb nu net de handwaspas aangezet. Dat was ik ook weer vergeten. De screen protector zit erop waar ik echt super blij mee ben. Hij zit er echt perfect op. Het is echt fantastisch. Ik vind het gewoon zo'n fijn gevoel dat er nu een screen protector op zit. Dat, ja, dat het glas gewoon beschermd is. Want ja, het is natuurlijk een dure camera. Dus ik vind het gewoon fijn dat dat beschermd is. En omdat evengoed gewoon ook je touchscreen gewoon nog werkt. Dus dat vind ik echt top. Ik heb net eventjes het statief opgeruimd en dat soort dingetjes. De katten hebben net lekker eten gehad. Ik heb nu weer het zachte voer van de Lidl. Nou, dat vinden ze echt weer fantastisch lekker. Dus dat is ook allemaal top. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Want ik heb wel een aspirine genomen. Want ik had dus hoofdpijn. Maar ik merk dat het nog niet helemaal weggetrokken is. Ik heb trouwens nog wel even diamond painting ook gedaan. Dat was ook wel even lekker. Maar het tijgertje was een beetje vervelend. Dan ga ik na het relaxen straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik eventjes Marvel Mania terugkijken. En ik denk nog eventjes een stuk van Help mijn man is klussen. Ik ga nog even mijn spel doen. Dus dat is wel lekker. Dan ga ik de vlog verder afmaken. En ook eventjes mijn foto's bewerken.
Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke, dus dat is altijd nog wel weer eventjes leuk. Ga ik nog eventjes lekker kijken naar Videoland. Ga ik naar bed, mijn boek uitlezen en een nieuw boek starten. En dan is dat ook verder de avond. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn kanaal op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!